Freek, als verdediger heb jij dan vandaag gefaald? Dan heb ik als verdediger vandaag ook gefaald, ja. Leg eens uit. Nou ja, je verdedigt met 11 man, je valt aan met 11 man. Alleen, ik denk dat we vandaag de 25 minuten voor rust, een hele slechte 25 minuten hebben gespeeld. En de Vitesse die aandacht heeft afgestraft. Ja, we beginnen goed. De eerste 20, 25 minuten spelen we goed en creëren we 200% kansen. En daarna worden we heel snel afgestraft achter elkaar. En dan draait de wedstrijd in één keer helemaal om. En krijgen we dat helaas niet meer omgedraaid de andere kant op. Er waren 4 halve kansjes. Lag het nou aan ons dat ze erin gingen? Ja, goed. Kijk, zij spelen het goed uit. Maar wij verdedigen natuurlijk niet goed op die momenten. Dus we moeten wel kijken wat er fout is gegaan. Dat lijkt me... Ging er in jouw ogen fout daar? Nou, dat kan ik niet zo direct zeggen. Dan moet ik echt de goals zo terugzien. En daar moeten we natuurlijk wel van leren. Want het is wel ongelooflijk zonde als we goed beginnen. We zitten goed in de wedstrijd en in één keer pas boem is het afgelopen. Dus daar moeten we zeker van leren. Die halve kantjes, dan moet je die schoten moet je of blokken of je moet bij de rebound erbij zitten. En daar zaten we nu. In de rust, wat heeft Rob Mons verteld? Je staat met 4-0 achter. Je staat met 4-0 achter en dat is gewoon kloten. Je pet elkaar nog wel op. Kijk, dat je nog 5 doelpunten gaat maken en Vitesse 0 meer de tweede helft, dat is heel lastig. Alleen je moet als team wel wat uitstralen en je speelt ook in eigen huis. En je moet toch een tweede helft spelen waarop je verder kan bouwen de komende weken. Nou, je hebt de voorbereiding gehad, niks verloren. Zag je daar ook het voetbal in terug vandaag? Nou nee, het is wel onverwacht eigenlijk. Ik bedoel, inderdaad wat je zegt, een goede voorbereiding gedraaid. Dus iedereen was vol positief richting deze wedstrijd en we begonnen ook goed. Maar op een of andere manier draaide de wedstrijd in één keer om en dat is wel heel erg zonde. Een aantal van die momenten wel. De afspraken die we nakomen in de eerste 20 minuten en ook aan de bal. Ik denk dat we aardig aan het voetballen waren. 2 kansen creëren, goede kansen creëren. Die gaan er niet in helaas. En daarna waren we het even kwijt. Kan je nog iets positiefs halen uit deze wedstrijd, behalve dan die doelpunt? Eerste 20, 25 minuten. Dat is positief. Daar moeten we mee verder. En we moeten ook met de slechte dingen verder. Kijken wat er beter kan.